Er zijn een hele hoop verhalen opgeschreven over middeleeuwse zombies. En de vraag die ik vandaag wil beantwoorden is, hoe ga je nou om met zo'n lastig lijk? Oftewel, hoe vermoord je een middeleeuwse zombie? In The Walking Dead is een virus verantwoordelijk voor de zombificatie van ongeveer de hele samenleving. En in de 12e eeuw had men natuurlijk nog niet zo heel veel kennis over virussen. Dus werd er gezocht naar andere oorzaken. Nou kunnen er in de middeleeuwen 3 dingen gebeuren na je dood. Of je gaat naar het vage vuur, of je gaat naar de hemel, of je gaat naar de hel. En die middeleeuwse zombies, die gaan eigenlijk nergens heen. Die blijven een beetje rondhangen op aarde. En ze hangen rond omdat ze hun leven op aarde nog niet hebben afgesloten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn vanwege de liefde. Denk aan de zombieversie van Patrick Swayze in Ghost. Een andere belangrijke factor is de invloed van de duivel. De duivel is ook verantwoordelijk voor veel van die zombies. In die zombieverhalen vinden we heel veel informatie over hoe je dan misschien om zou kunnen gaan met zo'n levend lijk. Een van de verhalen waarin wordt verteld is het verhaal over de hondenpriester. En die hondenpriester leeft bij de Schotse abdij van Melrose. Nou, die priester was niet zo'n hele keurige priester, want hij hield er een liefje op na. En het grote probleem was dus dat hij na zijn dood nog steeds zijn minnares bleef lastigvallen. En die arme vrouw richtte zich vol wanhoop tot een jonge monnik en vroeg hem haar te helpen. Die monnik deed dat, trommelde wat vrienden op en ging bij het kerkhof waar die priester begraven lag, ging die waken de hele nacht. Het was koud, het regende, die vrienden waren het al snel zat, vertrokken naar de plaatselijke kroeg. En onze monnik bleef alleen achter. En je raadt het al. Zodra de jongens hun hielen hadden gelicht, rees de priester op uit zijn graf en brulde. En die monnik, verstijfd van angst, wist zijn bijl te grijpen en die hakte in op die zombie die vervolgens probeerde te vluchten. De monnik greep de zombie en riep met luide stem dat hij terug moest in zijn graf. De grond opende zich en de priester ging weer onder de grond. Dat verhaal van die hondenpriester is niet de enige bron voor de omgang met middeleeuwse zombies. Want onderzoekers stonden voor een raadsel toen zij in het Engelse dorpje Warham Percy de restanten van 10 personen opgroeven en daarop allerlei sporen van beitels, messen, verbranding aantroffen. Nou is dat op zich niet zo heel vreemd, gezien de roerige tijden waar deze mensen in leefden, maar al deze beschadigingen waren post-mortem aangebracht, dus na de dood. En omdat die zich bevonden in de buurt van de nek, dacht men middeleeuwse zombievrees. Ook onze hondenpriester werd gemutileerd na zijn dood. Toen de vrienden van de monnik weer terugkwamen in het ochtendgloren, toen werd de priester opgegraven en toen sleepten ze hem buiten de muren van het kerkhof. Hij werd verbrand en de as werd meegevoerd met de wind. En misschien ben je een beetje lacherig over deze bange middeleeuwers, die zo bijgelovig zijn als het gaat om zombies. Maar de angst voor de levende doden, dat is iets van alle tijden. In de 19e eeuw nog werden er lichamen opgegraven omdat men dacht dat het vampiers waren. En de verklaring daarvoor is vermoedelijk tuberculose. De tuberculose-epidemie die op dat moment rondwaarde zorgde dat mensen bleek werden, dat mensen gingen hoesten en men dacht dat dat slachtoffers waren van vampiers. En ook over de Eerste Wereldoorlog gaat een verhaal over een Duitse soldaat die door 2 Engelse soldaten met het hoofd naar beneden begraven werd, zodat hij niet uit zijn graf zou kunnen opstaan, maar dieper de grond in groef, mocht hij wakker worden. De angst voor de levende doden is dus iets van alle tijden. En je hoeft dus jezelf niet te schamen als je na het zien van zo'n aflevering van The Walking Dead liever met een lampje aan gaat slapen.